Godverdamme. Wat er net toch weer is gebeurd, het kan ook nooit normaal. En wanneer kan ik die data dan verwachten? Mm-hmm. Ja. Het is op zo, wat zei je? Ja. Ja. Tuurlijk, ja. Goed, kijk, we Stop. Hebben het servants bij. Dat moet wel gewoon goed allemaal geregeld worden, want anders kan het gewoon in... Kappen nou! Is dat het enige wat je hebt? Doe nou. Doe gewoon normaal. Nee, precies, dat is. Pastetjes. Nee, mag ik. Die moeten boven in de tas. Ja. Kaas, kom nou. Ik ben zo terug, ja? Nee, sorry, dat was niet tegen jou natuurlijk, nee. Nee. Ja. En dit is Armini. Ja, heb je dat? Oh, dat zit natuurlijk in de computer. Hier zijn wij nou. Computer, maar... Ja. Eerst volgende. Deze heeft geen barcode, Bliep. Dus ik moet even de Bliep. Afdeling bellen. Bliep. Waarom stopt dat nou? Misha, waarom is dit gestopt? Misha. Hey. Dit is die van jou? Sorry? Dit is die van jou? Ja, dit is die van mij, ja. Sorry, maar dit is toch gewoon asociaal? Sorry. Waar bemoeit u zich mee? Dit is dus hoe dat gaat met die ouders van tegenwoordig? Vrije opvoeding noemen we dat. Dat je je kind de vrijheid geeft om ook zelf keuzes te maken. Dat ze een heel eigen persoon kunnen worden. Hè? Daar hadden jullie zo te zien ook wel van kunnen profiteren. Nou zeg. Wat zijn dat toch voor een boze woorden? Sorry meneer, wilt u zich alsjeblieft heel even met uw eigen zaken bemoeien? Weet u wat mijn moeder vroeger altijd deed als ik me niet begrepen voelde? Dan maakte zij een heerlijke vlaaflip voor me. En dan was ik zo weer opgebeurd. Vrije opvoeding gehad hoor. Bliep. Dat verzin je toch niet? En het ergste, dat was ook nog. Hey. Ik was op zoek naar je. Ik.
Ik was ook al mijn hele leven op zoek naar jou. Hier, mijn nummer. Ik ga je appen. Het is voor je moeder. Ik kom wel een keer oppassen. Wat een bizar verhaal, hè? Maar wat is nou waar gebeurd en wat niet? Waar zit de kern van waarheid? Ik heb het voor jullie onderzocht, maar ben vooral benieuwd hoe jullie erover denken. Laat het weten hier onder in de comments en klik hier rechtsbovenin voor het antwoord. En trouwens, heb je iets geks gezien in beeld wat niet klopt? Nee? Kijk hem dan nog een keertje.